Beste Flevolanders, Nederland is een vrij land en die vrijheid is niet vanzelfsprekend. Dat zeg ik vaker en ik zeg het vandaag opnieuw. Maar deze woorden hebben vandaag een heel andere betekenis gekregen. Een betekenis die klemt. Want onze vrijheid is nu beperkt. Een aantal maanden lang bleven de coronabesmettingen nog ver van ons vandaan. Maar nu is het virus iedere dag heel dichtbij. En daarom. ...nemen we noodgedwongen afstand van elkaar. We trekken ons terug in ons eigen huis, in onze eigen buurt, dorp of stad. Van Noordoostpolder, Dronten tot Almere, van Urk en Lelystad tot Zeewolde. En velen van ons maken zich zorgen om wat ze zien en horen. We denken aan alle mensen die ziek zijn... ...en aan degenen die nu de gevolgen al ondervinden... ...economisch, sociaal of in de eigen gezondheid... Of die van naaste familieleden. Ik maak mij zorgen omdat er veel nepnieuws in de sociale media in omloop is. Luistert u daar niet naar? Omroep Flevoland heeft een strenge controle op al het nieuws dat ze uitzenden. Ze zijn betrouwbaar. Ook de nationale zenders en de website van de RIVM zijn betrouwbaar. We horen en zien alle maatregelen die de regering neemt en zijn ongerust over de toekomst. De Veiligheidsregio, onder leiding van burgemeester Weerwind, samen met de burgemeesters Adema van Lelystad, Westmaas van de Noordoostpolder, Bakker van Urk, Gebbe van Dronten en Gorter van Zeewolde, hebben een noodverordening afgekondigd. En zij zijn met elkaar de bevelvoerders om samen met alle hulpdiensten deze crisis het hoofd te bieden. Ik vraag u hun maatregelen onverkort na te komen en te steunen waar dat kan. Er zijn ook onzekerheden die ons zelf aangaan. Hoe moet het verder met ons bedrijf? Hoe moet het verder met de economie? En hoe kunnen we kwetsbare mensen tegen het virus beschermen? En zal ik zelf ook gezond blijven? Het zijn vragen waar niemand momenteel een volledig antwoord op kan geven. Het maakt ons onzeker, emotioneel. En dat begrijp ik heel goed. Maar als we verder om ons heen kijken, dan zien we ook mooie dingen. Want in Flevoland wordt er niet alleen gedacht, maar ook gedaan. We blijven ons geen zorgen maken, maar we willen juist voor elkaar zorgen. Kleine dingen worden groot. Een boodschap doen, een bericht sturen of een bos tulpen langsbrengen, belangstelling tonen, naar elkaar omkijken. Laat in deze tijd het beste van uzelf naar boven komen. Zonder elkaar aan te raken, komen we in deze tijden nader tot elkaar. We leven met elkaar mee en we nemen verantwoordelijkheid. De vele creatieve oplossingen die nu worden bedacht om elkaar te ondersteunen, ook in onze provincie, zijn prachtig om te zien. En ik prijs de Flevolanders daarvoor. Het biedt ons allemaal kracht in de strijd die we samen moeten voeren. En we doen dat met 17 miljoen Nederlanders, waaronder 400.000 Flevolanders. We staan er niet alleen voor. We zijn blij met het steunpakket van het Rijk. En het provinciebestuur, provinciale staten, de gedeputeerden en onze medewerkers werken hard om te kijken wat gedaan kan worden voor onze samenleving. Voor onze bedrijven, ondernemers en werknemers. En waar mogelijk zal het provinciebestuur verantwoordelijkheid nemen om belangrijke dossiers voortgang te laten vinden. Zodat bijvoorbeeld de economische schade beperkt blijft. Waar schade ontstaat, willen we samen zoeken naar verantwoorde manieren daarmee om te gaan. Ik wil ook de duizenden helden van de zorg, die letterlijk in de frontlinie staan om ons te helpen en te beschermen, roemen. En daarnaast dank aan de vele medewerkers in de supermarkten, in het transport en al die andere belangrijke bedrijven en beroepen die de kern van onze samenleving draaiende houden. Dat alles schept moed in deze onzekere tijd. Die sterkte wens ik u allemaal van harte toe. Laten we elkaar symbolisch vasthouden. Bewaar onenigheid voor later. Zorg goed voor elkaar, zorg goed voor uzelf. Ik wens u een goede gezondheid toe.